Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unive. Aniel, goedenavond en welkom vanuit Emmen. We zijn op Sportpark Grote Geert, waar WKE alweer een hele mooie wedstrijd speelt in de zondag topklasse. En kan de ploeg van trainer Paul Weerman de koppositie vasthouden? Dat weten we over pakweg een kwartiertje. Want beginnen doen we in de derde klasse B op de zondag. Het duel van vanmiddag tussen FC Assen bij Vaco in Vries. René Postema doet verslag. Vaco in het rood met geel begint beter aan de wedstrijd dan de gasten uit Assen. Want dit is al binnen de 2 minuten het eerste kleine kansje van André Mansese. Maar Vaco is gewoon veel scherper. Eigenlijk ongelooflijk hoe Assen in die beginfase staat te prutsen. Maar kijk eens, hier wordt zomaar over de bal heen gestapt. En dan is het een koud kuntje voor de spits van Vaco. Marcel Kuiper, 1 tegen 0. En gezien die beginfase zeker niet onverdiend. En doelman Morten Otto is kansloos. En weer een minuut later is het opnieuw Vaco. En weer Kuiper. Goed gekapt. Schot niet goed genoeg. Otto brengt redding. Maar langzaam maar zeker worden de gasten wakker geschud. En helemaal als doelman Pascal Suhuat foutjes gaat maken. Want het is natuurlijk een slechte bal. Romario Tjongachi met de gelijkmaker. Nee, dit keer wel goed opgelet door de doelman van Vaco. Het blijft 1 tegen 0. Kon er zo niks opleveren. Het is een aardige actie van Mustafa Mansaray. Ook zijn schot mist de juiste richting. Maar ze wordt wel beter. Krijgt ook wat kansjes. En let op de doelman. Hij gaat dan liggen, maar pakt dan de bal rustig op. Pascal Suhuat heeft hier toch wel een klein beetje geluk op het schot van Marcel Koster. En weer Assen. Tjongachi. Goed de ruimte gevonden bij Koster. Goede voorzet. En het is aanvoerder Jeffrey Wu. Hij mist het doel maar net. En dan vlak voor rust. Weer Assen. Weer Romario Tjongachi. Zoekt de vrije man. Maar besluit uiteindelijk zelf te schieten. En goed gepakt door Suhuat. Ruststand, 1 tegen 0. Liebes. Uitstekende paas, goed gezien. En als die bal er in één keer in was gegaan, dan was die goal de wereld over gegaan. Maar André Mansese mist net. Ziet ook in het midden, Dick Heuvelman. Ja, en als die komt kijken, wint Vaco over het algemeen. Maar dan moet je wel geluk hebben. Nou, dat gebeurt hier. Het is uiteindelijk Jelle Wiggers op de doellijn. Met een klein beetje geluk, maar Vaco blijft overeind. Dan een vrije bal, genomen door invaller Raymond Bel. Ja, en hoe hij het doet, doet hij het. Maar het is weer Pascal Suhuat met de redding. En dan weer de thuisploeg. Dit is de mee opgekomen verdediger Patrick Swiggelaar. Ja, we zien waarom hij een verdediger is. Dit schot had een beter lot verdiend. Vaco is wel wat sterker in die tweede helft. En dit is de beslissing in de wedstrijd. Uitstekend afgerond. Sietse Wiggers. Hij brengt Vaco op een geruststellende 2-0 voorsprong. En ondanks 10 minuten extra tijd weet FC Assen niet meer te scoren. En verliest dus voor het eerst dit seizoen. Ja, we hebben het de hele week erop. Tijdens training gaan we erop. In de wedstrijd gaan we erop. In de streken gaan we erop. Ja, maar het moet uiteindelijk uit de jongens zelf komen. En ze doet het niet expres doen, maar het is wel een teken, ja. Wij wonen gewoon een heel scherp aan de wedstrijd. Ja, en maken, dan is het ook lekker als je al gelijk de 1-0 maakt met goal van Kuiper. Ja, dat... Dat geeft wel een beetje vleugels, ja. En FC Assen zakt naar de tweede plek. 9 uit 4. En langzaam maar zeker stijgt Vaco. 7 uit 4 op een zesde plek. En van de derde klasse B op de zondag gaan we naar de tweede klasse J op de zaterdag. We waren aanwezig bij de wedstrijd tussen ZZVV en Noordse Schut. Beide ploegen hadden 6 uit 2, maar verloren afgelopen weekend hun wedstrijd. Eens kijken hoe beide ploegen zich probeerden te revancheren. U hoort Henk Koel. De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in competitieverband in Zuidwolde was op 23 september 2000, 15 jaar geleden dus. En toen won Noordse Schut met 4-2. En ook nu begonnen de Schutters goed aan de wedstrijd. We hebben een kwartier gespeeld
En dan zien we een overtreding van invaller Bram Leerdam op Nick Koster. En dat levert de gasten een strafschop op. Onnodige strafschop, dat zeker. 14 minuten gespeeld. Melvin Mol. En dan is de keeper van ZZVV kansloos. Noordse Schut is in die beginfase feller dan ZZVV. En het is duidelijk dat de Schutters de wedstrijd willen winnen. 8 minuten later, opnieuw een aanval van de Noordse Schut. Miscommunicatie dan in de verdediging van ZZVV. En dan is Melvin Mol er als de kippen bij. En dan staat het 0 tegen 2. Doet ZZVV dan helemaal niks? Jawel hoor, even later deze mogelijkheid voor Martijn Reining. Alleen zijn inzet wordt op de doellijn gered. Pech dus voor de aanvoerder van de thuisploeg. We gaan dan al richting de rust van deze wedstrijd. Met opnieuw een aanval van Noordse Schut. Nick Koster op Melvin Mol. En kijk eens, wat een prachtig stiftje. 0 tegen 3. 3 goals van Melvin Mol. Een zuivere hattrick. En daarmee komt zijn seizoenstotaal op 6 doelpunten. Beginfase van de tweede helft dan, met een aanval van ZZVV. Het is de invaller, El Massoudi. Ja, de voorzet komt tegen de lat. En de bal wordt uiteindelijk weggewerkt door Dennis Hooyer. Maar opnieuw is het Noordse Schut dat de toon zet, ook in die tweede helft. Aanval hier en de mogelijkheid, Danny Kiekenbelt. Strandt in eerste instantie op de keeper. Probeert het dan nog een keer. Maar ook in tweede instantie geen succes voor de oud-topscorer van Noordse Schut. De thuisploeg kan alleen maar toekijken hoe de Schutters de ene na de andere kans creëren. Zoals hier Roy Hooyer legt de bal keurig breed. Nick Koster halverwege de tweede helft en dan staat het 0-4. En dan is de wedstrijd natuurlijk definitief gelopen. Maar Noordse Schut is niet tevreden met die 4 goals. Het wil meer. En het krijgt ook meer. Kijk eens, Nick Koster. Alleen hier heeft hij geen succes. De bal gaat rakelings langs de verkeerde kant van de paal. Het siert ZZVV dat ze af en toe toch proberen wat terug te doen. En dat gaat hier gebeuren hoor. Let op. Matthijs Capellen. En dan is de keeper van Noordse Schut kansloos. De eretreffer voor de thuisploeg. Het staat 1 tegen 4. Maar ik zei het al, Noordse Schut is niet tevreden met 4 doelpunten. Het wil meer en het krijgt meer. Melvin Mol strandt op de keeper. Maar ja, dan staat er altijd nog Danny Bouwman. En dan is het 1-5. En loopt de score alleen maar op. En het wordt nog dramatischer voor ZZVV. Kijk, deze actie is Danny Kiekenbelt. Ja, het is spelen met de tegenstander. Nick Koster. 1 tegen 6. En ook dat is nog steeds niet het slotakkoord. Want dat krijgen we in de laatste minuut van de wedstrijd. Het levert met 1 een goal op. Het is invaller Jos Kroesen. Hij bepaalt de eindstand op 1-7. Winst dus voor Noordse Schut. Vooral dankzij de hattrick van Melvin Mol. Nou, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is dat we 3-0 voorkomen in de rust. En dat je gewoon lekker de rust in gaat. En dat je weet van, we moeten even 10 minuten scherp zijn na de rust. Zorgen dat we geen tegendoelpunt krijgen. En dan kun je de wedstrijd gewoon uitspelen. En dat er nog zoveel goals vallen, dat hadden wij van tevoren niet verwacht, denk ik. Kijken we dan de stand in de tweede klasse J. De koplopers maken geen fouten. Gorecht en Drentina nog altijd zonder puntenverlies. Noordse Schut staat op plaats 4 en ZZVV op plaats 6. En dan naar de wedstrijd van vanmiddag hier in de topklasse. Tussen WKE en AFC. Weer een topduel voor WKE dat bovenaan staat met 13 uit 5. AFC staat derde en heeft 10 uit 5. WKE natuurlijk in het vertrouwde oranje-wit tegen AFC uit Amsterdam. En de grote vraag is, hoe gaat het vandaag met deze spits van WKE, junior Albertus? Hij maakte er in competitieverband al 3. En afgelopen woensdag in de beker tegen FC Den Bosch scoorde hij 2 keer. Junior Albertus hier aan de bal. WKE verloor overigens wel van Den Bosch, maar pas na verlenging. Terwijl AFC een dag eerder met 3-2 verloor van FC Emmen. Bibroglu.
Met een prachtige dieptepaas zeg. Wat een heerlijke paas. En de goal ook. Voor AFC. Het is Daan Sutorius die scoort. Ja, dit is mooi. Diepgang vanaf het middenveld. Bij WKE staat men niet goed. IJzerman laat zijn man lopen. Guts kan niet meer redden. En datzelfde geldt voor doelman Beukenveld. Dan WKE met Erik Eleveld. Afgelopen woensdag kreeg hij 2 keer geel. En de paas richting Bakker en Albertus. Maar beide komen niet aan de bal. Anton Jongsma. Loopactie is goed van Simmerman. Ook zo'n mooie loopactie vanaf het middenveld. Maar Simmerman heeft geen succes. En dan kan uiteindelijk AFC uitverdedigen. Weer de Amsterdammers. Oei, die bal gaat over de Graaf heen. En dan komt hier de kans en dan moet Sutorius scoren. Maar dat doet hij niet. Ja, dit was een grote kans. Dat weet hij ook. Jack van Gelder. Natuurlijk volgt hij ook AFC in Emmen. Junior Albertus haalt eens uit en scoort. Het is 20 minuten na de 0-1. Weer gelijk. De 4e goal van het seizoen van Junior Albertus in de topklasse. Guts. Oei. Te kort. En dan? De botsing of de overtreding? Scheidsrechter Whitlocks is duidelijk. Het is een overtreding. Een rode kaart. En een penalty voor AFC. WKE moet dus met 10 man verder. En Beukenveld. Tja, Beukenveld. Was dit een overtreding? De WKE'ers zijn het er niet mee eens. Tja, en is dit bewust van Beukenveld? Koen Bosma moet er in ieder geval vanaf bij AFC met een blessure. En WKE moet gedwongen wisselen. Bakker naar de kant. En hier komt Joost Schrik. Hij maakt zijn debuut in de topklasse. Ik kan meteen aan de bak. Want er komt dus een penalty. Achter de bal Sutorius. En het is 1-2. Schrik kansloos. Tweede helft. Holder. Slordig. Balverlies. Overname AFC. En dan gaat het snel. Kijk eens. Hoe fraai. Sutorius. Richting Biberoglu. Biberoglu schiet. Schrik keert nog. Maar niet goed. En dan is het 1-3. Invaller Matthijs Jesse bij AFC is de maker. En dan lijkt de wedstrijd na een kwartier in de tweede helft gespeeld. En gaat WKE de eerste nederlaag leiden van dit seizoen. En natuurlijk, hij weet het. Robbie Holder had die bal beter vast moeten houden of goed afspelen. Biberoglu. Goeie speler. Goed linkerbeen. Maar dit is toch een houdbare bal. Maar niet voor Schrik. En dus is het 1-4. En dat is ook de eindstand. En het verhaal is natuurlijk de rode kaart van Raymond Beukenveld. Hoe ik hem nu zie, kan hij hem geven. Het was heel ongelukkig. Precies tussen ons in. Alleen die rode kaart, en ik denk dat je daar ook naartoe wil, die rode kaart vind ik niet terecht. Kijk, hij zegt, je ontneemt een scoringskans. En ik ontneem geen scoringskans voor die spits. Althans, jij vindt dat hij te ver naar buiten gaat en niet zomaar scoort? Het duel was redelijk aan de buitenkant van de 16. Hij had in ieder geval nog geen scoringskans, dat is mijn lezing. En waardoor een duel met hem aanga. Ik raak hem, hij gaat onderuit, dus een pengel kun je geven. Maar ja, geef dan geel of geen kaart. Maar rood vond ik iets overtrokken. Dan de stand in de zondagtopklasse. UNA, dat won bij HBS, is nu alleen koploper met 14-6. Dan AFC en WKE met 13-6. Onderaan HBS met 4 en EVV met 2-6. En aan het einde van deze uitzending natuurlijk nog aandacht voor de prijsvraag. Het antwoord op de vraag van vorige week, hoe loopt dit af? Wordt de lat geraakt? Maakt hij over de bal? Nee, hij scoort gewoon. En onder het beeld ziet u of uw kaarten voor FCM en dan wel FC Groningen heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd. En dan de vraag voor deze week. Hoe loopt dit af? De bal gaat op de lat, de bal gaat het doel in of de bal gaat over het doel? En u weet het, mail het goede antwoord naar onzeclub@rtvdrenthe.nl. Volgende week zondag zijn we weer met een nieuwe Onze Club. Heel graag, tot dan.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Univee.